allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en de eerste twee dagen hebben we alweer gehad, gelukkig. We zijn alweer op de goede weg naar het weekend toe. Ik heb vandaag weer gewerkt en gezellig met Joost en met Ricardootje. En ik heb dadelijk evaluatie van de begeleiding die ik heb. Dus ik kon elk ogenblik kan er aan de deur gebeld worden en dan heb ik een gesprek. Dat is geen moeilijk gesprek of zo, gewoon een evaluatie van hoe het laatste jaar, half jaar verlopen is. Dus ik ben reuze benieuwd. Vanavond weet ik nog niet of ik ga Grand Theft Auto, dan moet ik nog even kijken wat ik doe. Ik heb nog een hoop editwerk, dus ik heb nog een hoop te doen. Ik zal even de deken even opruimen. Zo, even, ga ik even de donker in. Zo, heb ik dat ook even opgeruimd. Moet toch een beetje netjes zijn. Dus ik weet nog niet wat ik vanavond ga doen. Ik moet er even de zondagvlog in orde maken en de maandagvlog van gisteren dus. Dus nog een hoop werk te doen. Ik moet ook eigenlijk gaan beginnen deze week met de vlogs te maken van dit was 2017. Jullie hebben het in de aankondigingsvideo vorige week gezien. Dit was 2017 is zeg maar een terugblik op het afgelopen jaar. Wat ik allemaal heb meegemaakt op YouTube. Wat ik allemaal gedaan heb. Wat voor leuke dingen ik allemaal gedaan heb. En uiteraard natuurlijk ook een terugblikje van het kampioensfeest op de Coolsingel. En de kampioenswedstrijd natuurlijk. Daar ben ik ook heen geweest. Hebben jullie in mijn vlog kunnen zien van ongeveer een half jaar geleden. Ja, momenteel is het even anders. Het is niet, ik weet wel eigenlijk wel zeker dat er volgend jaar voor 2018 geen kampioenschap op het spel staat. Want het gaat niet best en we lopen al zoveel punten achter dat we dat denk ik niet meer in gaan halen. Dus volgend jaar helaas geen kampioenschap. Maar we hebben toch even een leuk feestje gehad. En ik ben natuurlijk naar de wedstrijd geweest met Joost. En ik ben met Ramon naar de Coolsingel geweest. Dus vandaag in ieder geval een hoop leuke dingen komen er. Zoals jullie ook hebben kunnen zien in de aankondigingsvideo vorige week. Komen er ook nog andere leuke dingen. De Efteling. Een 12 uur, 24 uur stream. En ik wil nog een keertje. Waarschijnlijk wil ik nog een keertje naar naar Miniworld in Rotterdam. En voor de rest ga ik het eigenlijk allemaal zien, jongens, wat we doen. Ik heb een hele maand december heb ik vrij. Dus ik kan genoeg leuke uitstapjes gaan maken in december. Nou, ik ga nog even verder hier ook. Ik ga nog even een beetje de boel opruimen, zodat het netjes is. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Zo, terwijl ik ineens heel erg close op kom. Dat is ook niet de bedoeling. Ik zit per ongeluk aan het knopje. Dat was echt raar. Dat leek echt net of dat dat automatisch deed. Maar ik keek gewoon naar mijn vinger. Ik zat met mijn vinger er tegenaan. Nou, in ieder geval. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer als de evaluatie voorbij is. De groetjes allemaal. Tot zo. Doei. Zo, en iedereen is weer naar huis toe. En de evaluatie zit erop. Was een goede evaluatie. En ik heb net even lekker heb ik gegeten. Ik heb lekker nasi op. Of bami op. Met saté. Dus dat was ook wel ontzettend lekker. En ik weet nog niet wat ik vanavond ga doen. Feyenoord moet vanavond in ieder geval voetballen. Maar ik heb er niet zo zin in om naar te kijken. Maar ik denk toch wel dat ik ga kijken. Want ja, ik ben Feyenoorder in hart en nieren, dus ik denk toch wel even dat ik de televisie aanzet en toch ga kijken. Ik denk toch dat ik het niet kan laten. Ja, dat is degene van de echte Feyenoord supporter. Ondanks dat het slecht gaat, ondanks dat er heel veel tegenslagen zijn, kijk je toch naar je club. En laat je je club niet in de steek. En dat doe ik ook niet. Want ik ga denk ik wel gewoon kijken, tuurlijk. Als echte Feyenoorder moet je gewoon kijken naar je club.
Dus vandaag. Nou, ik zit verder nog even lekker een beetje te YouTuben. Ik heb lekker de kachel aan. Ik vind het echt koud. Ik denk dat ik hem nog lekker een graadje hoger zet. Kan mij het schelen. Huppakee, ik zet hem gewoon lekker op 5. Ik pak zo lekker even een dekentje. Dan kan ik even lekker een beetje onder de deken. En dan lekker warm. Heerlijk, lekker. En dan ga ik nog even kijken. En dan ga ik dadelijk de wedstrijd kijken. Tegen Manchester City. Dan eens even kijken. Waar heb ik mijn deken gelaten? Hier heb ik een deken. Goed zo. Mijn favoriete dekentje. Hoppa. Zo, hop. Zo, dat was wel erg dichtbij. Dus vandaag. Zo, even de deken hier neerleggen. Zo. En dan ga ik nog even lekker eventjes. Eerst nog even lekker YouTube filmpjes kijken. Ik ben nu op de computer aan het kijken, maar ik denk dat ik even lekker mijn PlayStation aan ga zetten. Want dan kan ik lekker op de bank lekker even leggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels bijna 2:30 s'nachts. En ik heb het weer voor elkaar hoor. Ik heb het weer voor elkaar. Ik ben weer in slaap gevallen. Ik was best wel moe. Ik ging op de bank even de wedstrijd kijken van Feyenoord. En ik ben in slaap gevallen. Ja. 1-0 verloren. Ik heb het doelpunt niet meer gezien. Ik heb de wedstrijd niet meer gezien. Ik denk alleen maar 10 minuten gezien. En toen ben ik in slaap gevallen. Ik voelde me eigenlijk al moe. En ik had al zo'n gevoel van, nou, als ik nou blijf leggen op de bank om de wedstrijd te bekijken, dan kan ik wel eens zomaar in slaap vallen. En dat is dus ook gebeurd. Ik was best wel moe. En toen ben ik dus in slaap gevallen. Dus ik heb de rest van de avond niet meer veel gedaan. Alleen maar leggen pitten. Ja, het moet ook wel eens gebeuren. Het is nog wel lange dagen die je maakt. Als je de hele dag moet werken, dan heb je af en toe wel eens zo'n avondje dat je even een beetje moe bent, een beetje op bent. En dat was dus nu. Nou, wat is je allemaal te morren? Ribbel die wil wat zeggen. Wat wil je allemaal zeggen? Kom dan eens. Oude poes. Hey. Lekker bezig. Ben je druk een bezig? Zie je? Moet je weer aandacht. Maar ga het hierbij de vlog afsluiten. Wow, even kijken. Zo. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ben het zat. Ik ga het nog even me omkleden en nog eventjes verder slapen. En dan moet ik er over 3 uurtjes alweer uit. Zo ongeveer. 3-4 uurtjes nog. En dan moet ik weer aan de slag. Ik moet even mijn telefoon even. Mijn telefoon die stond al uit. Dan moet ik mijn telefoon weer aanzetten. Wat een gedoe allemaal, jongens. Wat een gedoe. Wat een gedoe. Zo. Hoppakee. Nou. Uit met dat ding. Doe dat zo lang. Kijk. Heb je er ook wel eens last van? Dat als je haast hebt, dat het dan wel lijkt. Of dat die telefoon dan zoiets hebt van, nou weet je wat, daar ga ik expres langer over doen. Zo, die staat in de oplader. Dat is gebeurd. Brood heb ik nog genoeg voor morgen. Dus dan ga ik hem hierbij afsluiten. En dan ga ik lekker naar mijn bedje toe. Ik zou zeggen, in ieder geval jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje. En dan krijgen jullie
een melding elke keer als er een nieuwe video of livestream is. En doe even natuurlijk een blauw duimpje in de lucht. Hè? Nou, ik zou zeggen iedereen de groetjes van deze kant. Ik spreek jullie allemaal morgen weer. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.